op een maandag 8 februari gingen wij hem ophalen bij zijn oma. En toen zag Tom een lichte trilling. Hij was een beetje alsof hij een pop overgaf. En toen zagen we wel van ja, dit is wel erg. Dus toen hebben we meteen 112 gebeld. Zijn we in het Jeroen Bosch ziekenhuis beland. En toen hebben ze op een gegeven moment de keuze gemaakt van oké, laatste redmiddel. We gaan hem in een zware coma brengen. Dat wil zeggen dat hij geen hersenactiviteit meer heeft. Echt nul. En wat me nog heel erg bij is gebleven, is dat op een gegeven moment een internist mij aankeek en dat hij tegen me zei van je moet niet verwachten dat dit met een sisser af gaat lopen. Een heel lang verhaal, zeg maar, kort te maken. Hebben wij 12 dagen in het ziekenhuis gezeten en toen kregen we om 2 uur 's middags een telefoontje. Eigenlijk gewoon dus beslissing van wanneer ga je het zuurstof eraf halen. Ja, dat was de enige optie. Elke dag leg ik me op bed. Ga ik hierheen, dan doe ik zo'n gordijntje een beetje dicht. En dan praat ik een beetje tegen hem en dan trek ik de deur dicht en 's ochtends dan ga ik hem wakker maken. Dan zit de deur weer open. En dan is hij er toch nog een beetje bij? Ja. En blijkbaar zijn wij drager van dat gen, beide. Dus als wij een kindje krijgen, dan hebben wij 25% kans dat het kindje de ziekte bij zich draagt. En dus hebben we meteen te horen gekregen van oké, als Charlie geboren is, dan gaan we haar testen of zij de ziekte ook heeft, net als Hugo. 2 weken later kreeg Tom een telefoontje en ik zie Tom huilend op de overloop staan. Het is niet goed, het is niet goed. Toen is alles een waas geworden. Toen stortte onze wereld nog verder in. Je zoon verliezen. 3-4 weken later of een maand later, je dochter die geboren wordt, waar je op een uitslag moet wachten. En een newborn, als je nog aan het rouwen bent, een begrafenisregelen als je hoogzwanger bent, tenminste René dan hoogzwanger natuurlijk. En ja, dat was gewoon al veel te veel eigenlijk. Okay, dus het voelt alsof we al hebben gerouwd om het verlies van onze dochter, terwijl onze dochter is hier. En ik kan zeggen, dat hebben we gedaan en we hebben eigenlijk alles weer bij elkaar geraapt, zeg maar. En we gaan nu vooral, zijn we heel erg aan het genieten van haar. Ja, ik ben een heel mooi meisje. Ja. Maar we vinden het vooral heel erg belangrijk dat hier wel awareness voor komt. Ja.